Ja. Jij moet je heel goed voelen. Ja, nou ja, niet zozeer ik, maar wij. Durf is 5 jaar geleden begonnen als een partij, voornamelijk uit jongeren. Toen hebben we gezegd, we zien dat er in Katwijk behoefte is aan een nieuwe politieke partij. Daar willen wij voor gaan. Nou, veel mensen lachten ons uit. Nog een lokale partij erbij. Ja, zie nu, we zijn gewoon de allergrootste. En we laten zien dat Katwijk echt behoefte heeft aan verandering. Katwijk, Rijnsdag, Oudenburg. Ze willen een nieuwe politiek. Ja, die willen wij gaan leveren. Dat gaan we ook doen. Ja, Jacob Knaap bij SGP. Wat is het eerste gevoel? Nou ja, dat we er nog niet zijn, hè. Dus we zijn echt heel benieuwd naar het eindresultaat. Maar ja, wat wel al blijkt, dat is dat natuurlijk dat Durf het heel goed gedaan heeft. Ja, en hoe doet de SGP het? Nou ja, ik denk dat we in heel wat stembureaus goed aan stemmen gehaald hebben. Maar ja, het totaalplaatje is uiteindelijk het belangrijkste en wat telt. Dus ja, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Want er komen best wel een aantal stembureaus die misschien voor de SGP goed zijn. Dus dat zal misschien nog wat veranderen. Maar ja, straks bij de einduitslag dan kun je pas echt een reactie geven. Maar Durf heeft het gewoon heel goed gedaan. Dus daar wil ik ze ook alvast mee feliciteren. VVD. Ja. Hoe staat het ervoor? Ja, het is wel even spannend, want we hebben nog 9 stembureaus volgens mij te gaan. De eerste uitslag is wat minder dan wij zelf hadden gehoopt en verwacht. Maar wie weet wat die laatste 9 stembureaus zal gaan doen. Dus dat wordt nog heel spannend. Hoe gaat het? Ja, water is een moeilijke vraag op dit moment. Nee, het is ontzettend en blijft nog wel spannend. Vooral ook hoe die restzetel straks gedeeld gaat worden. Maar nou, duidelijk dat Durf gewonnen heeft. En dat is ontzettend knap. Complimenten voor hen. Kunnen jullie zo met gemeente ja. Branden? Gaat niet zo goed met gemeente Branden? Nee. Maar gaat niet goed met hele hoop partijen volgens mij. Er is één partij die eruit schiet momenteel. Dus, Hoe kan dat? Ik weet niet. Waarschijnlijk hebben zij ze toch gevoelig voor het geluid wat ze buiten gooien. Daar hebben ze op gezet. Ja, je klinkt een beetje schor. Ja. Heb je al veel gejuicht? Ja, zo'n 20 keer. Dus dat was wel mooi. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat mensen hebben laten zien. Ook in een tijd waarin er heel veel politiek onvrede is, heel veel politiek wantrouwen is. Dat ze toch zijn gaan stemmen op een lokale partij. Die zich, ja, denk ik, ook heeft bewezen de afgelopen jaren. En dat is heel belangrijk. En dat vertrouwen, dat moeten we blijven verdienen. Daar gaan we ons voor inzetten. En ja, we gaan kijken met wie we kunnen gaan besturen. Want wij zullen daarin ook een initiatief gaan nemen. Durf wil gaan mee besturen. En we gaan kijken wie daar ook geschikte partners voor zijn. Ook met die met ons willen gaan praten. Want een stabiel bestuur is heel belangrijk.